Cultuur in actie! Ja, ze maakte haar debuut bij het Reisopera in 1996. Een warm welkom aan klassiek sopraan. Ja. Johannette van Zomer. Ja, Johannette Zomer. Johannette Zomer. En u heeft meegenomen Fred Jacobs. U bent klassiek sopraan en ook cultureel ondernemer. Hè? Ja. Hoe gaat het met u? Met mij, ik ben gezond. En dat is wel het belangrijkste eigenlijk. Wat we, maar verder is het natuurlijk... Veel thuis zitten nu op het moment en we hebben heel veel inkomsten gederfd. Want wij zangen, zeker in de barokmuziek, waar Fred en ik in zitten. Met Pasen doe je dan al die Matthäus Passions en al die Johannes Passions. En die zijn allemaal niet doorgegaan. Dus daar moet je dan wel even op schakelen, hoor. Ja, want ik begreep dat dat zeg maar rondom Pasen, dat dat de periode is waarin u het moet verdienen. Hè? En met kerst. Ja. Ja, en zoals het er nu naar uitziet, zeker zangers, want ik was net aan het zingen. En ik had een paar keer een P en ik had een paar keer hele explosieve consonanten. En dan weet ik, dus nu inmiddels, dat zo'n aerosol dan meters... Gelukkig was iedereen hier verder vrij ver van mij vandaan. Maar dat
dat gaat dan echt heel ver, ja. Zo'n aerosol. Dus misschien gaan we met kerst zelfs al nog niet meer aan het werk. Ja, want zeg. We hebben het nu al, begreep ik, over een inkomstenderving van zo'n 23.000 euro. Las ik ergens in een interview wat u heeft gegeven. Voor mijzelf? Voor uzelf? Ja, maar dat was... Nee, het is inmiddels al wel veel. En dus ja, ik denk dat het verdubbeld is. Echt waar? Ja. Maar dat is... Ja, dat, soms draai je een heel goed jaar. En ja. Fred? Ja, hetzelfde. Afgelopen periode, hoe kijk je daarop terug? Nou, afgelopen 2 maanden? Het gaat op en neer, want aan de ene kant als luitist... Ik geef dan nog les aan het conservatorium, dus daar heb ik nog een heel klein inkomentje. Maar omdat ik nooit die administratie wilde doen, die je moet doen als je ZZP'er bent. Dus dan zit je bij het Kamer van Koophandel. Dat zit ik helemaal niet, want dat zie ik mezelf niet doen. Dus toen kwam ik niet in aanmerking voor die TOZO. Dus dan heb je niks. Gewoon nul. Dus ook niet die bijstand? Nee, niets. Dat dus, heb ik wel, gelukkig. Dat heb ik dus niet. Ja. Dus ik leef van spaargeld. En dan denk ik, het is toch idioot dat je... ik krijg nu wat compensatie voor concerten die afgezegd zijn. En dan merk ik dat dat in het buitenland veel beter geregeld is. Ik zou nu in München bij de Staatsoper een opera gaan spelen. Dus dat zit ik 6 weken. En daar krijgen we waarschijnlijk 60% compensatie voor het bedrag wat ik daar zou verdienen. En dat is in Nederland ondenkbaar. Ik bedoel, dat wordt mijn eerste inkomen dan, naast het conservatorium. Een vriend van mij die heeft een horecazaak in Duitsland. Ja. En die kreeg, geloof ik, de eerste week al iets van 12.000 euro. Wow. Om de vaste lasten te dekken. En, maar weet je, het is in Nederland altijd het gevoel, heb je... dat wanneer dus die kunst en die cultuur op de tocht staan... en dan krijg je dit soort gedoe... dan gaat een Bundeskanzler Merkel en een president Macron... die staan in de bres voor hun cultuur. Want cultuur is taal en cultuur is beschaving... en cultuur is ook je subtiel kunnen uitdrukken... En in Nederland krijg je dan ministers die hooguit het zien als een soort sluitpost van een begroting. Of in ieder geval willen geen visie tonen. Waar komt het volgens u door? Dat het lijkt alsof we dat in Nederland onderwaarderen? Dat is een traditie waarschijnlijk. Omdat met een schilderij heb je iets aan de muur. Maar met muziek dan is het. Dan vervliegt het en dan is je geld weg. Ja, maar als we bijvoorbeeld kijken, Nederland heeft toch wel wat gepresteerd op het gebied van kunst en cultuur. Nou, zeker. Ja. Geweldige kunstenaars, muzici. Ja. Ja, natuurlijk. Hoe kan het dan dat desondanks men deze sector onderwaardeert? Nou, schalen troost. In Engeland is het nog erger dan in Nederland. Nou, we blijven even bij Nederland. Okay. Misschien is het ook wel zo, omdat wij toch vaak niet zo trots zijn misschien op mensen die echt excelleren. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg of zo. Ik weet niet. Duitsers zijn ook heel nuchter. Nou. Ja, maar daar zit het vanaf de kleuterschool word je daar al opgevoed met dat het er gewoon bij hoort. Elk zichzelf respecterend stadje heeft een eigen operahuis, een eigen orkest en een eigen theater. Dus daar is het normaal. Dus de ondersteuning van kunstelen en kunstlerinnen is ook normaal. Je had in Nederland, voordat Zijlstra staatssecretaris werd, een heel levendig kamermuziekcircuit. Dat werd georganiseerd door het Nederlands Impresariaat. En dan had je in alle kleine stadjes met historische plekken... waren iedere week concerten. Gedeeltelijk gesubsidieerd, gedeeltelijk vrijwilligers. En dat is door Zijlstra toen meteen weggesnoeid. Maar dat zou nu een uitkomst zijn in deze coronatijd. Dan zouden we concerten kunnen doen voor 30 mensen. Iedere week 2. Of misschien wel 4, dan doe je een dubbel. Maar wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat men kunst en cultuur... nog serieuzer gaat nemen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland. Want als ik het zo hoor van u, ben ik er eigenlijk bijna jaloers op. Wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat dat ook bij de overheid toch gestimuleerd wordt? Nou, door zoiets als vandaag, of wat jullie dus nu al dagen aan het doen zijn... dan kun je echt duidelijk maken, het wordt als te vanzelfsprekend opgevat. Er is ook een onderzoek geweest dat de cultuur bijna net zoveel omzet draait in de Nederlandse economie als KLM. Maar men neemt het voor lief. En dat is dat bewustzijn, dat moet gewoon beter gevoed worden. En dat gebeurt nu hier. Ja, en ik ben er ook ongelooflijk trots op dat ik hier onderdeel van mag zijn. Ja. Ik wil jullie enorm bedanken voor het prachtige optreden. Voor dit gesprek. En mag ik jullie alleen nog vragen namens hoeveel mensen jullie gaan tekenen? Ja, ik zou deze zomer een 5-daags festival in Zutphen in mijn woonplaats hebben georganiseerd. Zomeracademie Zutphen. En die zouden een Engels thema hebben. Vandaar een Engels liedje. 250 mensen zouden daaraan mee hebben gedaan. Fred?
Ja, ik denk dat ik heel veel mensen vertegenwoordig, maar ik durf geen getal te noemen. Dus ik teken maar voor mezelf. Maar ik weet dat ik veel meer mensen vertegenwoordig als ik hier met dat instrument zit. Maar nou, er zitten er al heel veel in dat getal. Ik schrijf gewoon 251 op. Ja. Zou u dat willen opschrijven of willen ondertekenen in ieder geval? Dan ga ik ondertussen de calculator aan het werk zetten. Ja hoor, we komen op 404.827. Dankjewel, Johan. Dankjewel.